filialen van Indertoys en Marskramer op de Van het Zandstraat in Nijmegen-Oost gaan dicht. Met ingang van het nieuwe jaar worden de winkels gesloten. Beide merken zijn onderdeel van de Blokkerconcern. Het moederbedrijf geeft geen uitleg over waarom het de winkels sluit. Personeel van de filialen wordt mogelijk herplaatst. Eerder dit jaar sloot het Blokkerconcern ook al de Marskramer in winkelcentrum Molenpoort. Onder het concern vallen ook de merken Xenos, Bart Smit en Big Bazaar. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.